Het psychiatrische ziekenhuis Oude Stijl bestaat niet meer. In de jaren 80 en 90 werden bijna alle grote inrichtingen gesloten. Patiënten keerden terug in de maatschappij en de oude instituties gingen op de schop. De instituten met honderden patiënten zijn geschiedenis geworden. Zoals de voormalige Willy Brodes Stichting in Heiloo. Voor zijn tijd een moderne inrichting, waar een breed scala van patiënten met psychische aandoeningen en verstandelijke beperkingen was opgenomen. Waar de eerste experimenten plaatsvonden met shocktherapieën en met de ontwikkeling van psychotherapie. De behandelaars en verplegers van toen leven niet meer of zijn al lang met pensioen. Net als Cas Manshande en Johan Oosterbaan. Twee tachtigers die in de jaren 50 als leerling verpleegkundige in de psychiatrie terechtkwamen en die hun leven lang in allerlei functies in Willy Brod hebben gewerkt. Ook na hun pensionering bleven ze actief in Willy Brod. Ze begonnen een nieuw leven als schatbewaarders en rondleiders in het omvangrijke museumdepot in de kelders van gebouw Glorieux, waar de geschiedenis van Willy Brod nog voor het grijpen ligt. Samen met journalist Henk Maurits maken zij een wandeling door de geschiedenis van de psychiatrie. Van de badtherapie naar de arbeidstherapie en van de elektroshock naar de insulinekuur. Bij hun wandeling door Museum Willy Brod staan ze stil bij de omstreden therapeutische castratie van vroeger en de komst van de eerste psychofarmaca in de jaren 50. De medicijnen die een revolutionaire ontwikkeling teweegbrachten in de psychiatrie. Ook de turbulente veranderingen in de jaren 70 als gevolg van de democratisering van de psychiatrie hebben ze van binnenuit meegemaakt. De jaren van de antipsychiatrie, die de instelling op zijn kop zette en die de basis heeft gelegd voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg van nu.